In Maaseik mochten ze zich opmaken voor de komst van Decospan Mene. En met de komst van de troepen van de Pestelen is het steeds opletten geblazen, al zit de thuisploeg in een goede flow. En door het verlies van de afgelopen speeldag was een tweede verlies op rij not done voor de thuisploeg. Zetijn gaat dan ook overtuigend naar de thuisploeg met 25-16. In set 2 serveren beide teams leuke rallies en zo zien we de Pestelen en Co. de bovenhand nemen. We gaan naar een 8 tegen 12. Decospan Mene laat het echter dan plots afweten en dat is net het sein voor de thuisploeg om erop en erover te gaan en de 2-0 op het scorebord te zetten na setwinst van 25-20. Ook in set 3 krijgen we bij momenten leuke rallies te zien, de 4 tegen 4. Tegen dit Maaseik kan Decospan Mene op speeldag 5 echter weinig inbrengen, denken we dan. Waar in set 3 de thuisploeg heer en meester is en zo de punten in eigen huis kan houden. Het wordt 3-0 met een setwinst van 25-17.